Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen, Joosten Glas en Schilderwerken, Kalman Media Producties, Marimba Bloemsierkunst, Expert Bokstel en Stage Event Equipment. Ja, vandaag in Dommeland Live praten we met onze eigen burgervader Mark Buijs en blikken met hem terug op de eerste maanden van 2016. En een aantal kinderen hebben ook vragen aan onze eigen burgervader, dus ik ben benieuwd wat daaruit gaat komen. We gaan het hebben over de BOT, oftewel de Bokstelse Ondernemerstrofee. Daarnaast, Bokstel maakt zich hard voor de bijenstand hier in de omgeving. En Liemt krijgt een nieuwe indeling van het centrum, daar gaan we ook alles over te weten komen. En Roeren en Miel zijn ook weer voor ons op pad geweest. En die komen altijd met hele spannende dingen terug. Dus ik ben benieuwd wat we vandaag te zien gaan krijgen. Het is dinsdag 26 april. Welkom bij een nieuwe aflevering van Dommeland Live. Ja, jullie zagen ze haar net al naast mij zitten, Claudia Pinks. Vandaag is ze gastpresentatrice. Ja, welkom. Dat klopt. Ja, we hebben Claudia al een aantal keren in de uitzending gehad namens Contour de Twern. Ja, klopt. Nou, vandaag kom je een keer kijken hoe het is om te presenteren samen met me. Ja. Als het je bevalt, dan kom je vaker terug. Dat is wel de bedoeling, inderdaad. Ja, we zullen eens kijken of dat gaat lukken vandaag, want het is, ja, het is wel redelijk spannend. En voor de mensen thuis, ja. die jou nog niet kennen, je werkt voor Contour de Twern. Ja, dat klopt. Wat doe je daar exact? Ik mag daar jongerenwerkster zijn. En dat doe ik inmiddels al 5 jaar hier in Bokstelse. Ja, superleuk om te doen met die jongeren van 12 tot en met 23 jaar. En sinds 2 jaar nu ben ik ook jongerenwerkster in de gemeente Haren. Dus hebben we dat er gewoon bijgepakt. Dus mijn werkgebied is aardig groot tegenwoordig. Maar heb je dan nog wel tijd om hier af en toe, als het bepaalt, te komen presenteren? Want daar maken we gewoon tijd voor. Als iets leuk is, moet je daar tijd voor maken. Ja. Ja. En ben je nu gevraagd hiervoor? Of hoe is ik ben hier inderdaad voor gevraagd. Oh jeetje. Ja. Oh, ja. Jeetje. Collega's van de omroep die kwamen bij het jongerencentrum binnen. En daar ben ik mee aan de praat geraakt. Vooral destijds heel erg over mijn werk. En toen kwam de vraag. Zo van, ja, Claudia, zou je dat willen? Ja, nou goed, dat gaan we doen. Lijkt me leuk. En heel de Contour de Twern die zit nu waarschijnlijk te kijken. Het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. Ja, mijn Bokstelse collega's in ieder geval wel. Dus, en anders ga ik ze allemaal zeggen dat ze het allemaal op YouTube terug moeten kijken natuurlijk. Hè? Want ja, precies. Wel, nou, het komt helemaal goed. Ik zit naast je, dus ja, dat is goed. Ja, we hadden het er net al over. Onze eerste gast, onze eigen burgervader, Mark Buijs. En we gaan met hem terugblikken op de eerste maanden van 2016, want die waren toch wel redelijk bruisend. Welkom, Mark. Leuk dat je er bent. Het eerste compliment. Je hebt een oranje stropdas aan. Ja, dat is vandaag natuurlijk een bijzondere dag. Voor een aantal mensen in Bokstel, die zijn vandaag lid in de Orde van Oranje Nassau geworden. Ja. En als burgemeester mag je dan de versierselen, zoals dat heet, opspelden. En dat is natuurlijk geweldig om te doen, want ja, heel veel mensen weten eigenlijk niet waarom ze naar het gemeentehuis gekomen zijn. En vanmorgen waren er ook een aantal voorbeelden van over hoe mooi mensen dat in elkaar steken en hoe groot hoe mensen overdonderd worden op het moment dat ze merken dat ze gaan krijgen. Van blijdschap natuurlijk. Hè? Verwachten ze dat toch niet echt? Want vandaag hoorde ik op de radio Tom Hofman, die heeft ook een onderscheid gekregen, een acteur. Maar die had het al 2 of 3 dagen geleden gehoord. Ja, soms gaat het natuurlijk ook wel anders, maar ik zie dat heel veel mensen, en vanmorgen stond er ook een mooi artikel in de krant, over hoe mensen proberen om daar toch een verrassing te laten zijn voor mensen. Zoals vandaag een mevrouw die zei van, ik kom hier naartoe voor een interview, kwam ze. En ze liep naar boven en de raadzaal in. En ik merkte het heel goed. En op een gegeven moment vroeg ze van, waar moet ik dan zitten? Ja, daar vooraan. En toen drong het door. En het was als aan de grond genageld. En natuurlijk toch eventjes emotie. Ik had het echt op mij. Ze keek haar man aan. En het ging echt om haar. En gewoon hartstikke leuk als je dan die mensen mag decoreren. Het is natuurlijk heel erg belangrijk, hè, want die mensen zijn de cement van onze samenleving. Ik zeg wel eens, er wordt heel veel naar ons gekeken, maar wie maken nou werkelijk de wereld, hè, en onze Bokstelsamenleving? Dat zijn gewoon de mensen zelf en de netwerken waarin ze functioneren. En dit zijn allemaal mensen die allemaal posities in die netwerken hebben gehad, op hogere of lagere plekken, maar vooral zich heel betrokken hebben gevoeld. Hè, want het gaat niet alleen over de tijd dat je erin zit, maar ook de betrokkenheid die mensen aan de dag leggen, het hart en ziel wat ze erin leggen om die dingen te doen. En dat straalt van die mensen af.
En wat mooi is om te constateren is dat het natuurlijk echte vrijwilligers zijn. Ze vinden het geweldig om dat lintje te krijgen, voelen zich zeer vereerd. Maar van de andere kant zijn het mensen die vrijwilliger zijn en ook niet graag in die schijnwerper staan. Dat zie je dan soms ook. En we hijsen ze dan op dat moment even op het podium. En er was ook een jonge man bij, Anton van der Zanden. En ja, zo ontzettend veel gedaan voor een voetbalclub. Van bestuurswerk tot zelfs het schoonmaken van kleedkamers. Gewoon alles wat hij voor die club kon doen, deed hij voor die club. En nog veel meer andere dingen voor de buurt en zo. En als een jongen doet dat gewoon graag. En, ja. En daarom is hij vrijwilliger. En mensen denken niet na dat ze een lintje kunnen krijgen doordat ze dit soort dingen doen. Ze doen dat gewoon. Ja. En dan is zo'n lintje natuurlijk wel de kers op de taart. En dan zie je mensen gewoon glunderen. Wow. Dat is gewoon echt. Dus dat is ja. Leuk. Dat is een onderdeel van mijn vak wat gewoon heel leuk is om te doen. Mensen blij maken is natuurlijk altijd leuk. Dus dat doe ik heel graag. Dat was een mooie dag. Ja. Nou, mooi. Ja. Leuk. Nou, als het goed is, kijken er vandaag ook een heleboel kinderen. Omdat we straks een aantal kindervragen gaan beantwoorden. Maar voorafgaand is het misschien wel handig om eens door te nemen. Omdat er voor een aantal mensen toch niet helemaal duidelijk is hoe het met de raad en met het college zit. Ja. Dus te kijken of u daar wat uitleg over kunt geven. Dat doen we aan de hand van een aantal dia's. Ja. Het is dia nummer 1. Zou u daar wat meer over kunnen vertellen hoe het precies in elkaar steekt? Ja, zeker. Ja. Nou, ik moet zeggen dat inmiddels het beeld al wel wat aangepast is. Want ik zie daar het begrip commissies nog staan. Mm-hmm. En dat hebben we eigenlijk niet meer in Boksel. We hebben beeldvormende vergaderingen. Maar goed, daar zal ik daar even op terugkomen. Ja. Natuurlijk is het, als we de beeld er nog even bij kunnen pakken, want ik ken het diagram niet zo uit mijn hoofd, is de gemeenteraad natuurlijk het hoogste orgaan. Mm-hmm. Zij zijn gewoon de baas in Boksel. Dat zijn mensen die gekozen zijn door de mensen in Boksel. Waarvan ze zeggen van nou god, die hebben de meeste stemmen gehaald. En soms zijn ze door het aantal stemmen al geplaatst in de raad. En soms komen ze in de raad doordat de partij veel stemmen gehaald heeft en de mensen daarnaast weer gezocht worden om die raad te vullen. Ja. Dat gaat via lijsten. En die gemeenteraad is dus echt het hoogste orgaan van de gemeente. Mm-hmm. En ze zijn eigenlijk verantwoordelijk voor controlerende taken. Hè. Dus ze zijn het algemeen bestuur van de gemeente, zoals men dat zo wel eens noemt. En het college is het dagelijks bestuur. Dus het college doet de uitvoering. En probeert aanzetten te geven tot het maken van beleid. En de gemeenteraad moet dat vaststellen en later ook weer controleren. Okay. En dus dat is een hele duidelijke scheiding. Dus algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Ja, okay. Volgens mij hadden we ook nog een tweede dia. Ja. Daar werd nog iets verder. Iets ook over de taken en de bevoegdheden van de burgemeester. Kunt u daar iets? Nou ja, het is natuurlijk een beetje sinds het dualisme een hele bijzondere. Want je bent voorzitter van het college en voorzitter van de raad. Dus je hebt een dubbel functie eigenlijk. Ja. En in die zin is er meer scheiding gekomen tussen raad en college. Mm-hmm. En dat maakt het voor de burgemeester soms niet makkelijk om van beide echt het gevoel, dat mensen echt het gevoel hebben dat je van beide ook echt voorzitter bent. Ja. Ja. Dan gaat het in Boksel hartstikke goed. En ik vind het leuk om echt voorzitter van die gemeenteraad te zijn. Mm-hmm. Dat zijn toch de mensen die gekozen zijn het hoogste orgaan om daarmee bezig te zijn en daar voorzitter van te mogen zijn. Ja. Daarnaast ben je veel intensiever natuurlijk bezig, want die gemeenteraad zie ik natuurlijk niet altijd. Veel intensiever bezig met het dagelijks bestuur, met het college. Mm-hmm. Waarmee je dus dag in dag uit ook samenwerkt. Ja. En waarin we de problemen van alle dag bespreken, proberen daar oplossingen voor te vinden. En ik moet zeggen, dat is een leuke groep. Het werkt plezierig. Ja. En het gaat heel constructief en op een goede manier. Ja. Dus dat zijn eigenlijk twee voorzitterschappen die naast elkaar bestaan. Helemaal goed. En u geeft aan, een aantal taken daarvan zijn dus het voorzitterschap daarin nemen. En er zijn er nog wat meer taken die u heeft. Ja. Ook daar hebben we een dia van, zodat we een goede, want als we dat allemaal zouden moeten onthouden. Ja. Het is een hele lijst die we daar zo zien. Een aantal dingen denk ik dat hier redelijk voor zich spreken. Maar dan staat er bijvoorbeeld ook coördinatie ruimtelijke economische strategie. Ja. Wat in godsnaam is, mogen we daaronder verstaan? Ja, je kunt de bovenste balk die je net zag, dat zijn taken die bijna wettelijk naar een burgemeester toegeschoven zijn. Openbaar orde, veiligheid. Natuurlijk zorgen dat de coördinatie intern goed verloopt. Dat zijn dingen die een burgemeester sowieso doet binnen een gemeentehuis. Mm-hmm. Die andere die u net noemde, dat is een beleidsportefeuille. Okay. Dus een burgemeester kan ook gewoon inhoudelijke portefeuilles nog hebben. Mm-hmm. En als die gaat over economische strategie, dan heeft het te maken met het feit dat wij een wethouder hebben op dit moment die de lokale economie doet.
We hebben een wethouder die de regionale economie doet. En om te zorgen dat we dat een beetje gecoördineerd krijgen, omdat het in twee portefeuilles zit, doe ik samen met hun de algemene strategie op die economie. Okay. En dat is gewoon om ervoor te zorgen dat je met z'n allen ook betrokken bent bij een onderwerp. Ja. Want heel vaak zie je dat portefeuilles heel erg verdeeld zijn. Nou, dat is onze manier van werken eigenlijk niet. Ja, op papier heeft iedereen wel zijn eigen portefeuilles. Mm-hmm. Maar we zijn heel intensief met elkaar bezig. En dat heeft ook te maken met de manier van werken die wij aanhangen. Als je bij ons in het gemeentehuis komt, zie je ook dat de wethouders geen kamers meer hebben. Ik zelf ook niet. En dat we heel veel met elkaar in de dagelijkse situatie gaan werken. Om te zorgen dat we met elkaar optrekken. Ja. Dat we elkaars problemen mee op kunnen lossen. Nou, de situatie is fysiek. Vind ik, hoor. Ik ben er geweest. Ja. Het communiceert niet veel meer. Ja. Nou, en dat betekent dus ook dat we... normaal als zaken rijp zijn om op de collegetafel te komen, hè, om besluiten te nemen. Dan heb je vaak dat een wethouder dat voorbereid heeft met zijn ambtenaren. Mm-hmm. En dan komt het daar in één keer. En dan is het voor iedereen nieuw natuurlijk en dan komen de vragen. Ja. En op het moment dat je anders met elkaar opgetrokken hebt, dan zit je met elkaar al in de opbouw van die fases. En dan, dan doe je het meer samen. En dat is, dat blijkt bij ons gewoon heel goed te werken en dat is ook gewoon heel leuk. Want bijvoorbeeld de loyaliteit en de collegialiteit, ook als je met elkaar elkaars problemen ook gewoon... gedurende de dag op kunt lossen. Ja, ja, absoluut. Een hele mooie vorm van verbinding op allerlei manieren eigenlijk. Ja. Wat je dan doet. Maar het ligt ook gewoon aan de chemie die je hebt met elkaar. En dat is belangrijk. Ja, absoluut. Ja. Zouden we nog heel even terug kunnen naar de laatste dia? Want even kijken wat we er verder... promotie, representatie en marketing. Dat spreekt denk ik grotendeels voor zich. Intergemeentelijke samenwerking. Wat een hoop moeilijke woorden eigenlijk als je het zo gaat lezen. Jong. Ik heb er niet heel goed op geoefend, dat blijkt duidelijk. Maar dat is meer onze schuld hoor. Ik vind dat wij dat beter neer moeten zetten. Want het moet voor iedereen gewoon begrijpbaar. Ja. Dus dat hoef je zelf niet aan te rekenen. Dat reken ik maar zelf aan. Goed. Gelukkig. Ja. Helemaal goed, dank u wel. Een andere vraag nog. U heeft ook een aantal eigen thema's in uw portefeuille. Is het gebruikelijk dat een burgemeester eigen portefeuille heeft? Niet altijd. Oké. Het ligt er een beetje aan. Hè. Wat zijn je eigen ambities natuurlijk? Mm-hmm. En het college bepaalt natuurlijk en de politiek en vooral bij de coalitieonderhandelingen al wie welke portefeuilles krijgen. En ze hebben mij gevraagd om ook een aantal dingen te doen. Mm-hmm. Dat doe ik met heel veel plezier, hè, want de inhoud trekt toch ook altijd naast de functie van burgemeester en openbare orde en veiligheid, die natuurlijk ontzettend belangrijk zijn, mijn belangrijkste taken. Ja. Is het ook gewoon fijn om met de ontwikkeling van de gemeente inhoudelijk ook bezig te zijn. Nou, er zijn een paar taken ook bij mij terechtgekomen. Mm-hmm. Maar wat ik net al zei, wethouders zijn verantwoordelijk voor hun portefeuilles. Doen daar ook zelf het meeste aan. Die zijn echt op de dag bezig met het dagelijks bestuur. En natuurlijk praten we veel met elkaar en proberen we elkaar daarin te helpen. Dus ik heb ook wat portefeuilles. En dat is niet vanzelfsprekend. Sommige burgemeesters hebben alleen echt die typische wettelijke burgemeesterportefeuilles. Okay. Zoals openbare orde en veiligheid. Mm. En welke heeft u dan waarvan u zegt van nou dat is wel echt eentje die eruit springt? Nou, ik heb een tijdje toen, dat is voor de verkiezingen geweest, toen heb ik een tijdje wat meer portefeuilles gehad. Dus had ik economie en ik had PAS, dat was hier een grote portefeuille. En door omstandigheden kreeg ik die ook een beetje toegewezen. Omdat mensen zeiden van ja, burgemeester, we zitten met een man minder, help eens mee. Ja. En heb ik daar een tijdje in geopereerd. Ja, ik vind eigenlijk alles leuk. Overal waar ik een meerwaarde kan betekenen, waar ik het college of de wethouders kan ondersteunen, zal ik het niet nalaten. Ik bedoel, is mij altijd gevraagd van wat kun je voor Boxtel betekenen? Nou, dat kun je aan de voorkant niet uitdrukken, omdat je natuurlijk niet altijd weet waar we heen gaan en wat we willen. Ik heb er natuurlijk zelf wel ideeën over, maar het is toch de politiek die dat bepaalt. Ja. En ik probeer natuurlijk op allerlei manieren, ook in de weg die zij uitgestippeld hebben, daar een steentje aan bij te dragen. En dat vind ik gewoon belangrijk om dat te kunnen doen. En overal waar ik van pas kan komen, ik weet ook niet alles natuurlijk, ik kan niet alles. Hè. Nee. Want een burgemeester is niet een superman. Maar waar ik mijn kennis een steentje bij kan dragen. Of mijn ervaring, daar zal ik het niet nalaten om dat te doen. Ja. Mits men erom vraagt natuurlijk. Ja. Nou, helemaal goed. Net werd al heel even op de dia kwam al even naar voren de intergemeentelijke samenwerking. Ja, ja, ja. Boxtel en Sint-Nigers-Gestel zijn ambtelijk gefuseerd. Ja. Hoe ziet dat er in de praktijk uit qua werkzaamheden? Qua de verdeling van werkzaamheden moet ik eigenlijk zeggen. Nou, oorspronkelijk hadden we alle twee een eigen organisatie. Mm-hmm. Waarin eigenlijk alle disciplines al zaten die een gemeente nodig heeft. En dat is ook een moeilijk woord, disciplines. Maar alle vakgebieden
die wij hebben. Van, ik zeg wel eens van de stoeptegel tot aan de zorg voor mensen. En zorgen dat in het kader van de WMO alle middelen aanwezig zijn voor mensen om te werken. Dus er zit heel veel tussen. We gaan over heel veel dingen. Ja. En dat is echt heel bijzonder. Want ik ken geen bedrijf wat zo'n brede scope heeft als een gemeente. Dus wat dat betreft is dat eigenlijk al heel moeilijk om dat goed georganiseerd te krijgen. Mm-hmm. En de kwaliteit goed te zetten. Dat gaan we nu dus samen doen met Gestel. En dat betekent dat we van veel mensen nu dubbel hebben. Maar we hebben ook de dubbele hoeveelheid uit te oefenen. Mm-hmm. Wat het voordeel hiervan is dat we dus op plekken minder kwetsbaar zijn. Als er nu iemand ziek is, hebben we altijd nog iemand zitten op die plek die ermee door kan. En die mensen hebben allemaal, ondanks dat ze in dezelfde specialiteit zitten, ook nog hun eigen kennis erbij. Dus die organisatie die is daardoor, vind ik, enorm versterkt. Ja. En de kwetsbaarheid is stukken minder geworden. Ja. Ja, ja. Je kunt dus echt in theorie zeggen, op het moment dat iemand in Bokstel werkt, zou die in Sint-Michielsgestel zomaar qua werkzaamheden Zo hebben we het ook ingedeeld. Dus we hebben gekozen voor een andere structuur van de organisatie. We hebben eigenlijk, vroeger waren gemeentes heel erg gericht op sectoren. De een ging over de ruimtelijke ordening, de andere ging over sociale zaken, een vierde weer over dienstverlening. En wat we nu gedaan hebben, en daar zat ook heel veel hiërarchie in, hè, dus wat we merkten is dat heel veel mensen die met de voet in de klei staan, om het zo maar even te zeggen, mensen bij ons aan de voorkant, heel goed wisten wat ze moesten doen, maar iedere keer moesten gaan vragen. Hm. Van oudsher hebben we die toren steeds hoger gemaakt. En de samenwerking hebben we ook aangegrepen om daar een slag in te maken. We hebben een hele platte organisatie gemaakt waarin mensen gewoon veel sneller kunnen opereren, meer verantwoordelijkheid krijgen en ik hoop daardoor ook meer plezier in hun werk krijgen, omdat ze ook meer vrijheid krijgen door die verantwoordelijkheid. Ja. Ja. En dat is, dat hoop ik een vooruitgang is. Ja. Maar dat moeten we natuurlijk gewoon ook allemaal waar gaan maken. Ja, hè? Dus moet je er echt tegen. Ja. Ja. Nou, hadden we net al eventjes over de uitwisseling tussen Bokstel en Sint-Michielsgestel. U heeft het een en ander daarover uitgelegd. Maar is het zo dat mensen zeg maar niet meer de ins en outs van het Bokstelse of het Sint-Michielsgestelse zeg maar, hoeven te weten of daar feeling mee moeten hebben zeg maar, om het te kunnen uitwisselen? Is het, Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Je zegt eigenlijk, mensen bij ons hebben meer feeling met onze gemeenschap als daar iemand van Gestelen doet. Ja. Natuurlijk is het nu al zo dat alle mensen die bij ons werken niet allemaal uit Boksel zelf komen. Maar door de tijd heen doen ze ervaring op over de omgeving en de mensen. Dat heeft hele goede aspecten. Maar aan de andere kant is het ook wel eens goed om los eens een keer naar zaken te kijken. Hè, waardoor je wat minder beïnvloed bent door de situatie te plekken. Hm. Maar wil niet zeggen dat het toch heel belangrijk is dat je die specifieke kennis van de plek wel hebt. Ja. Daar zullen mensen aan moeten wennen. En je moet elkaar daarin ook helpen. Hè. Dus mensen van Gestel die toevallig een dossier in Bokstel bij de hand hebben, kunnen natuurlijk gewoon aan hun collega's uit Bokstel, en dat is niet meer Gestel of Bokstel, het is één organisatie, kunnen dat aan elkaar gewoon vragen. Dus het vraagt van hen wat extra's in het begin, vooral om dat soort dingen zich eigen te maken. Ja. Hele gekke vraag misschien, hè? Maar de ambtenaren, hoe kom je eigenlijk erachter, de ins en de outs die, bijvoorbeeld je zegt, Breukelen bijvoorbeeld. Ja. Die ambtenaar die kent heel Breukelen niet hier in Bokstel. Nee. Hoe leren ze dat? Ja, hetzelfde of eigenlijk. Of gaan ze er gewoon doorheen wandelen en kijken, oh, dit is Breukelen. Ja, zo gaat het wel. Ik bedoel, we hebben ook mensen die bij ons komen werken, dat hebben we ook gedaan toen Gestel en Bokstel bij elkaar kwamen, dat we de medewerkers van Gestel door Bokstel gereden hebben. In een bus en op de fiets en gezorgd hebben dat we wat konden vertellen. Dat onze medewerkers ook wat tegen hun konden vertellen over wat zij bijzonder en belangrijk vonden. Ja, zo gaat het in het begin om elkaar wat meer te vertellen over hoe zit nou die organisatie in elkaar, hoe zit de plek in elkaar. Dus dat probeer je zo te brengen. En daarnaast is het gewoon beginnen en ook verkennen. Dus dat is best even moeilijk om dat allemaal te gaan verkennen. En, we zijn gisteren toevallig, dat was wel leuk, hebben we de wijkmakelaar gepresenteerd in de media ook. En dat betekent dus dat er een aantal mensen bij ons vooruitgeschoven posten worden in de wijken, waaraan mensen zaken kunnen vragen. Hè? Dus niet dat die wijkmakelaars alles op kan lossen, maar die wijkmakelaars worden wel een soort proces. Mensen, dat als mensen een probleem hebben, dan krijgen ze het niet goed weggezet in het gemeentehuis, dat zij zich verantwoordelijk maken voor dat proces. En dat is hartstikke leuk. Ja. En die hebben zich gisteren gepresenteerd en die mensen hebben met zorg uitgekozen. En dat zijn echt mensen die de wijk kennen. En zo'n wijk snuiven en gewoon echt hele goede contact hebben met mensen. Dus daar hopen we echt veel meer rendement uit te halen. Leuk. Een ander onderwerp die natuurlijk ter sprake komt zijn de vluchtelingen. U bent eind vorig jaar ook hier te gast geweest. Ja.
Toen, u bent eerder in andere media ook geweest, omdat u toch weer richting het kleinschalige opvang wil. We hebben daar een korte dia ook van met wat highlights waar u geweest bent. Ja. Hoe heeft u dat ervaren dat dat zo binnen de media is opgepakt? Nou, kijk, wij zijn natuurlijk begonnen vanuit een gedachte, ik dan samen met de burgemeester van Heusen. Ja. Van god, als wij nu kijken, we hadden alle twee een ervaring met vluchtelingen, bij met de meisjes uit Eritrea. En zij hadden ook een aantal vluchtelingen gehad. En we zagen daar toch wel wat consequenties van. Wij merkten, we hadden het alles even kleiner gedaan, hoe intiem het dan kan zijn en hoe makkelijk het is om vrijwilligers daarbij te krijgen. En de integratie te laten verlopen. Dus integratie vonden wij een belangrijk onderwerp. Ja. En vanuit integratie zijn wij na gaan denken, ja, wat bevordert nou de integratie? En wij zijn eigenlijk gaan vertellen dat die kleinschaligheid die integratie wat makkelijker maakt. Het gaat ons niet puur alleen over grote kleinschaligheid, maar wij hebben de ervaring dat kleinschaligheid mensen minder afstoot, waardoor mensen er het makkelijker kunnen omarmen, zelf een rol erin kunnen kiezen, ja, waardoor het de integratie ook beter gaat. Want dat is uiteindelijk, we weten dat 90-95% van de mensen op dit moment die binnenkomen blijft, en vooral met de afspraak met Turkije. Mm-hmm. Dus er wordt al gescreend aan de voorkant. Ja, dan moet je echt gaan investeren op mensen die blijven, want de rapporten laten ook zien in de jaren 90, Joegoslavië, de mensen die kwamen, daar is maar 46% van de mensen die konden werken aan het werk gekomen. En als je weet wat dat voor mensen is om niet aan het werk te komen, om verminderde kansen te hebben, maar ook wat het voor frictie voor de samenleving oplevert, onze eigen inwoners. Hè? Ja. Want als mensen niet werken, kost dat geld en dat gaat ook de kosten van de voorzieningen van onze medewerkers. Dan blijkt ook wel dat integratie gewoon een heel belangrijk punt is. En dat kun je het beste doen door daar heel snel mee te beginnen. Ja, nou, helemaal goed. Kinderen. Daar hadden we net ook al over. Ja, ja, klopt. Niet dat we kinderen krijgen, maar ja, de jeugd, hè, daar ligt toch de toekomst. Zeker. En wij vonden het ontzettend leuk. We hebben op kinderen de kans gegeven om wat vragen aan de burgemeester te stellen. Leuk. Dus daar hebben we ook wat dia's van. Ja. De eerste vraag was van Mats, die is 5 jaar. Waarom heeft de burgemeester een ketting om? Want hij is toch een meneer? Nee, maar logische vraag. Ik kan me dat heel goed voorstellen, want ik bedoel, zoveel mannen buiten een burgemeester komen niet met, en zeker niet met zo'n opzichtige ketting tegen. Ja. He, en ik kan me goed voorstellen dat zo'n vraag gesteld wordt. Nou, die ketting die hoort eigenlijk meer bij het ambt. Ja. En dat betekent het ambt, het zijn van burgemeester. En dat heeft te maken met het feit dat iedereen ook moet kunnen zien dat jij dan op speciale momenten ook de burgemeester bent. Dus het is meer een erkenningsvoorwerp dan dat ik het prettig vind om een ketting te dragen. He, ik vind het natuurlijk leuk om voor Boksel die ketting aan te mogen. Maar ik heb het natuurlijk niet hetzelfde als een vrouw die zegt van ik wil er gewoon een mooie ketting om. Dus niet dat je ochtends in de spiegel denkt nou... ik kan wel een ketting gebruiken. Nee. Nee, dat is zeer zeker niet. Maar het heeft te maken met dat mensen dat ook duidelijk zien. En het heeft natuurlijk het logo van Boksel erop staan, ja. Dus ik ben de burgemeester van Boksel. Aan de andere kant, als je die ketting omdraait, en dat is ook nog belangrijk, dan staat daar het Nederlandse wapen op. Okay. En dat Nederlandse wapen, dat heb ik vandaag bijvoorbeeld gebruikt, gecombineerd met mijn oranje das, om mensen een lintje te geven. Want het lintje, dat geef ik niet namens de burgemeester, maar dat geef ik namens de koningin. Ja. Dus dat gaat dan weer niet namens Boksel, maar namens de koningin. Of de koning. Koning. Ja, we moeten het Ik weet dat Maxima ziet er leuker uit. Ik heb ze ontmoet, dus ik kan dat beamen. Was trouwens ook heel leuk om ze een keer te zien, beide natuurlijk. Dat doe ik namens de koning. En dat betekent dus ook dat je dat moet laten zien, dat je dat namens de koning doet. En dan heb je dat wapen van Nederland voorop hangen. Dus dat is vandaag ook gebeurd. Helemaal goed. Ja. De volgende vraag, want Evi van 8 jaar, die wil heel graag weten wat het leukste is aan het werk van een burgemeester. Ja, het leukste, dat heb ik net eigenlijk al een beetje verteld, hè, is dat je op een bijzondere wijze mensen blij kunt maken. Zoals vandaag, hè, dat je zo'n orde uit kunt delen. Maar heel veel leuke dingen. In het weekend ben ik vaak met mijn vrouw op pad, omdat er ontzettend veel te doen is in Boksel. En mensen vinden het dan echt leuk als je komt. En niet omdat Mark Buijs daar staat, nee, maar omdat de burgemeester er is. En dat geeft voor de mensen toch een stukje erkenning van hetgeen waar ze mee bezig zijn. Dus dan zeggen ze van god, we hebben toch iets leuks georganiseerd, want de burgemeester is er ook. Ja. En daarmee kan ik laten zien dat namens de gemeenschap dat wij heel erg in ons nopjes zijn met wat die mensen georganiseerd hebben. En ja, dat zie je bij sommige gelegenheden. Al de tijd die ik heb en die ik er kan zijn, wil ik er dan ook heel graag zijn om die mensen te laten zien dat we ze ontzettend waarderen. Ja. Ja. We moeten er een beetje doorheen, want we zijn natuurlijk live. Vraag 3. Het is ingestuurd door de
Blitse Salamanders van de Molenwijkschool. Okay. De Blitse Salamanders, heel leuke naam. Hoe word je burgemeester? Ja, dat is wel een hele speciale, want heel veel vakgebieden, daar studeer je voor of daar richt je je op om burgemeester te worden. Dus als je zegt, ik wil brandweerman worden, we hebben toevallig ook een brandweerman in ons midden vandaag nog. En daar staat er ook nog een. En dan ga je daar voor studeren, daar word je voor opgeleid en dan moet je heel veel dingen kunnen. Dus dan ben je echt met je vak bezig. Hè? Dan leer je met zo'n masker op, dan leer je hoe je moet blussen. Nou, nog veel meer dingen, daar kan een brandweerman perfect over vertellen. Maar het is echt een vak waarin je goed moet weten wat je doet. Want als je dat niet goed doet, dan kunnen er de verschrikkelijkste ongelukken. Dus dat is heel belangrijk dat je daar een opleiding voor hebt. Ja. Nou, een burgemeester is eigenlijk een vak waar geen opleiding voor is. En hoe word je dan burgemeester? Ja. Je komt natuurlijk in het bestuurlijke vak terecht, hè? Dus of je wordt wethouder of iets anders. Of het kan ook zijn dat je uit het bedrijfsleven komt. Daarvoor heb ik zelf een bedrijf gehad, dus ik kom ook een beetje uit het bedrijfsleven. Maar op een gegeven moment krijg je je gevoel voor het openbaar bestuur. Dus voor gemeenteraden, voor wat je voor burgers kunt betekenen. Dan ga je daar een rol in nemen. Nou, ik ben dan wethouder geweest en op een gegeven moment werd de burgemeester, de vrouw van de burgemeester in de plek waar ik zat ziek. En die burgemeester ging voor die vrouw zorgen. Dat vond ik zo ontzettend geweldig. Ja. En die wilde gewoon dat goed verzorgen. En zei, van wil jij mij dan vervangen? Nou, op dat moment leer je natuurlijk heel veel over dat vak. Aan de voorkant ben je natuurlijk als wethouder ook al lokale burgemeester. Dat zijn onze wethouders ook allemaal. Mm-hmm. En dan moet je wel eens invallen. En ja, je ziet natuurlijk de burgemeester naast je functioneren. Dus je leert heel veel van de burgemeester waar je naast gestaan hebt. Dan zul je moeten gaan solliciteren als je dat graag wilt. En dat heb ik hier in Boksel ook gedaan. En dat betekent dat gemeenteraden op zoek gaan, hè, waar geen burgemeester meer is, op zoek gaan naar een nieuwe burgemeester. En dat zelf dan gaan bepalen wie dat moet zijn. En ja, wat je dan moet doen is een brief sturen. Nou, die komt bij de commissaris van de Koning en die kijkt of dat goed is, of dat je een geschikte kandidaat bent. En die neemt al die brieven mee naar de gemeenteraad. Daar hebben ze het over, maken ze een selectie. Dan komen er gesprekken. En dat is hartstikke leuk, want dan vragen ze je natuurlijk van alles. Hè. Dan word je echt uitgeprobeerd, dan word je op zijn kop gezet. En dat is goed ook, hè, want je moet wel bij die gemeenteraad passen. Die moeten wel het gevoel hebben dat jij de burgemeester bent. Ja, en als je dan uiteindelijk helemaal als laatste overblijft, dan gaan ze zeggen, nou, wij willen jou als burgemeester hebben. En de koning benoemt je dan uiteindelijk. Ja. Komt er nog een onderzoekje en dan benoemt de koning jou. En dat is de manier waarop je burgemeester wordt. Ja. We hebben natuurlijk niet heel veel tijd, maar ik heb er nog eentje die wil ik wel weten. Wat was de CITO-score van de burgemeester? Ik geloof korte krachten. 4,45. 4,45? Ja, 4,44 of 45. HVVO. Ja, ja, ja. HVVO. Ja, ja. Oké. Okay. Mogen u super danken. Dat maar een goed jaar mag worden, 2016. En we hopen u graag weer hier op de bank te mogen ontvangen. Ik ben zoals altijd blij dat ik hier mag zijn. Ik wens jou ook heel veel succes. Ik vind dat je het heel goed doet. Nou, dankjewel. Ik wil je alvast maar een compliment geven. Ja, ze werd wel gelijk voor de belangrijkste man uit het dorp. Maar nogmaals, de moeilijke woorden zijn van ons en niet van jou. Helemaal goed. Maar je deed het ontzettend goed, dus compliment daarvoor. Dankjewel. Dank voor uw komst. Okay. Ja, Roel en Emiel die zijn weer op pad geweest. En ik weet niet hoe ze het doen, maar die komen altijd op hele verrassende plekken. En nu gingen ze sjoelen bij de Bokselse Vrouwenvereniging. Vandaag gaan we op bezoek bij de vrouwenvereniging in Boksel, de KVB. Net zoiets als de KGB, maar net iets anders. De auto's staan allemaal goed geparkeerd, dus het is nog niet zo druk, denk ik. Wat is er nou zo leuk aan de vrouwenclub? Ja, een beetje kwebbelen, hè. Kwebbelen en spelletjes doen en gewoon samen zijn, hè. Kak, dat zeggen wij hier. Iets komt op als kak. En die lacht nog niet, al ziet hij de stront omhoog kruipen, zeggen wij ook al. Ja, het is vies, maar ja, wij... Voor ons maakt dat niet uit. En hoe bevalt het? Heerlijk, joh. Ik vind het heerlijk, heerlijk. Heeft u ook een man thuis? Jazeker, en die vindt het heerlijk. Bastonje. Een bastonjekoekje.
Dit is een kaakje. Of een Mariekoekje. Mariekoekje? Ja. Mariekoekje of een Mastonjekoekje? Hoe is het? Waarom is een vrouwenclub zo leuk? Ja. Omdat er geen mannen bij zijn natuurlijk. Mijn man ging in de fut. Toen zijn we een weekje in de kasteel op vakantie geweest. En die mannen doen altijd heel stoer. Want toen waren wij met vrouwen heel sterk. Want dan moest je een huiswerk maken van de psycholoog. Wat je van mannen dacht. En toen kwamen we erachter dat we de armen dezelfde hadden. Dames van Bokselen en Omstreken, 50-plussers. Hebben jullie zin om lid te worden van de gezellige vereniging? Kom een keer kijken op woensdagavond van 8 tot 10. In de werf, in Bokstel. Het is heel variabel in activiteiten. Heel leuk, gezellig. Wat vindt u hiervan? Ja, dat vind ik een heel mooi man. Ja, maar je zal ons niet willen zo'n oud tand. Dat weet u niet. Roosjes verwelken, scheepjes vergaan. En soms heb ik zin om iemand eens een keer goed op zijn bek te slaan. Nee. Nee. Nee, die mag verbergen. Het is hier supergezellig op de vrouwenclub. Ja! Als ik vrouw was, dan wist ik het wel, dan ben ik lid. Geert Hoes. Geert Hoes, ja. Ja. Dus, Roel en Emiel. Roel, heel eerlijk gezegd, ik dacht dat je al lid was bij de vrouwenvereniging. Maar goed, het zal wel aan mij liggen. De Bokstelse Ondernemerstrofee, daar gaan we het over hebben. Deze wordt georganiseerd door JCI Dommeland. En bij ons op de bank, sorry, Pim Ketelaars, voorzitter JCI. En Koen van der Braak, commissielid van de BOT, de Bokstelse Ondernemerstrofee, excuus. Pim, zou je kort kunnen vertellen waar het JCI exact voor staat? Ja, dat kan ik wel. JCI, we heten eigenlijk, eerst heten we Juniorkamer. Heel veel mensen kennen ons als Juniorkamer in Boksel. Ja. En JCI is Junior Chamber International en is een wereldwijd netwerk. We staan met 200.000 leden. We hebben vorige week ook weer een update gekregen. En wij zijn de enige netwerkorganisatie die erkend is door de Verenigde Naties. Best bijzonder. En wij zijn eigenlijk allemaal jonge ondernemende mensen tussen de 25 en de 40. Ja. Nou, in Boksel heb je JCI Dommeland. Dat is de Bokselse club. We bestaan ongeveer uit 25 leden. En die 25 leden, dus ongeveer de helft is ondernemend en de helft is ondernemer. Ik ben zelf ondernemend binnen een groot bedrijf. En we hebben Koen is bijvoorbeeld zelf ondernemer. Nou, we hebben allemaal verschillende achtergronden, allemaal verschillende bedrijven. En één keer per maand komen we bij elkaar. En we hebben eigenlijk vier doelen met elkaar. Wel leuk om te vertellen. Eén daarvan is de Bokstelse Ondernemerstrofee. Mm-hmm. En dus eigenlijk wat we met elkaar willen is een stukje netwerken. Niet alleen in ons groepje van 25, maar ook in het Bokselse. Dat we echt het zakelijk Boksel bij elkaar brengen. We hebben een stukje kennis en leren noemen we dat zelf. Maar dat is eigenlijk ontwikkelen. Onze leden die kenmerken zich doordat ze eigenlijk allemaal zichzelf willen ontwikkelen. Nieuwsgierig zijn, dus zelf door willen. En organiseren we één keer per maand organiseren we een gastspreker. Laten we iemand komen of gaan we op bedrijfsbezoek. En dan word je weer geprikkeld, leer je weer nieuwe ideeën die je eigenlijk de dag erop in je werk weer in kan zetten. Dus dat is hartstikke leuk. En het derde is dat we een maatschappelijk doel hebben. Dus alles wat we doen zetten we in voor een maatschappelijk doel. Vorig jaar hebben we Eet met je hart gesteund. En wat ons eigenlijk typeert is dat wij zijn eigenlijk niet zo van het geld geven. Wij vinden het leuker om iets te doen. En dus vorig jaar zijn we wezen eten met ons allen, met die mensen via Eet met je hart. En nou, de credits die je daarvoor terugkrijgt, de feedback die je daarvoor terugkrijgt is fantastisch. En ja, dat zet ons echt weer in dat we denken, nou ja, het doen is veel meer dan geld geven. En als laatste is het natuurlijk gezelligheid, want we zijn uiteindelijk zoals jullie jonge mensen. En we vinden het ook gewoon leuk om één keer per maand bij elkaar te komen of jaarlijks hebben we een uitje met elkaar om elkaar ook beter te leren kennen, zodat
het groepje niet alleen een maandelijks vergadering is, maar ook een vriendengroep is overdreven, maar misschien... Het wordt altijd op een gezellige manier afgesloten. Zo is het. Dat moet het zijn. Hè? Ja, exact. Moet ook gezellig zijn. Ik woon in het centrum, ik zie jullie af en toe wel eens daar rond. De bot, hè, dat is een van jullie jaarlijkse dingen die jullie organiseren. Voor de mensen thuis die niet weten wat de bot is, kun je vertellen wat het precies inhoudt? De bot staat voor Boksers Ondernemers Trofee. Wij organiseren dat 1 keer per 2 jaar. Maar het is eigenlijk zo bekend geworden dat iedereen er weer naar uitkijkt. Er wordt over gesproken binnen ondernemend Bokstel. En we hebben dus nu voor de 7e maal de BOT op de planning staan. 10 november gaan we dat organiseren. En we willen ook echt elke ondernemer in Bokstel aanspreken om daarbij te zijn. Want ja, dat is het podium voor ondernemers en ondernemend Bokstel, zeg maar. Ja, helemaal leuk. Nou hebben jullie dit jaar een thema, ondernemen met ballen. Ja. Hoezo? Waarom dat thema? Een beter Boksters thema kun je niet bedenken. Nou ja, wij zoeken eigenlijk voornamelijk ondernemers met lef. Mensen die zich onderscheiden hebben de afgelopen jaren, natuurlijk in crisistijd. Maar ook gewoon die vooral willen laten zien wat ze kunnen en wat ze in huis hebben. Mm-hmm. En binnen dat thema gaan we ook kijken naar bedrijven die daarbij passen. En het belangrijkste is eigenlijk dat vooral mensen, vrienden, kennissen, familie, personeelsleden van die bedrijven, die mogen die bedrijven ook nomineren. Dus iedereen kan een bedrijf nomineren die dat wil, die daar trots op is. Dat kan via onze website www.bot2016.nl, ik noem het maar even. Ja. En daar volgt eigenlijk een heel stappenplan om te komen tot je aanmelding. Ja. We hebben dit jaar 2 categorieën. We hebben eigenlijk bedrijven voor bedrijven. Business to business. En we hebben bedrijven voor consumenten. Business to consumers. Mm-hmm. En als je zegt van dat bedrijf past daar beide bij. Nou, dan mag je ze voor beide evenementen aanmelden. Wij vonden natuurlijk dat we niet achter konden blijven met het thema ondernemen met ballen. Dus wij hebben lef getoond. En we hebben gezegd van laten we dan eens een keer een fatsoenlijk podium pakken voor het evenement. En wij zijn nu zover dat we mogen zeggen dat we het evenement gaan organiseren in Heilig Hartkerk. Dus we hopen dat vele bedrijven ons gaan volgen met datzelfde lef. Dus laat maar komen. Ja, oké. Okay. Nou, helemaal leuk. Nou zit jij in de commissie. Zit je dan ook in de jury? Nee. Of is dat weer een ander groepje? We hebben een commissie met 11 mensen. Ja. 11 super enthousiaste, energievolle mensen die daar dagelijks mee bezig zijn. Mm-hmm. En die mensen dragen ook allemaal letterlijk een steentje bij door de expertise die ze in huis hebben. Mm-hmm. Als ondernemer of als websitebouwer, als jurist. Dus, ja. Wij hebben gezegd van we willen mensen de gelegenheid geven om ook mee te stemmen. Dus het publiek, jullie, wij, we kunnen allemaal stemmen. Yeah. En dat draagt voor een deel bij aan de stem van wie het uiteindelijk gaat worden. Okay. We gaan ook een jury aanstellen. De jury zal bestaan met name uit lokale bekendheden of bekenden die daar een plaats nemen. Mm-hmm. En uiteindelijk gaan ze samen een stem uitbrengen. Okay. We hebben 2 categorieën, dus uiteindelijk kom je tot 3 genomineerden per categorie. En daar zal dan een winnaar uit volgen. Welke pijlers houdt de jury een beetje rekening mee? Nou, de belangrijkste criteria om mee te mogen doen is dat je een bedrijf hebt in Bokstel, in de gemeente Bokstel. Mm-hmm. Mm-hmm. Daarnaast dat je dus dat thema ook duidelijk uitdraagt. De jury komt op locatie en die wil ook duidelijk zien van laat eens zien waar je mee bezig bent. En wat is nou dat lef en wat is nou dat onderscheidend vermogen. Zo onderneem je met ballen. Ja. Precies, inderdaad. En daarnaast, een van de voorwaarden die wij gesteld hebben, je mag niet weer als finalist meedoen. Maar dan denk ik dat er nog een hele hoop overblijven die daar aan mee kunnen doen. Ja. Dus, nee, er is eigenlijk uiteindelijk een jury die bepaalt wie de winnaar is. Ja. Nou kunnen allerlei mensen ondernemingen nomineren. Ja. Is het dan zo van de meeste stemmen wint? Of is het voor de onderneming die genomineerd is dat zij ook nog aan de bak moeten om iets te presenteren of zich nog, verder te laten zien? Wij laten de mensen die via de website kunnen stemmen, die tellen natuurlijk voor een bepaald deel mee. Mm-hmm. Zoals we ook in het verleden hebben gedaan, zal de jury ook op locatie gaan kijken. En dan is het ook aan de bedrijven om zich te laten zien. Okay. 10 november, donderdagavond, dan volgt de absolute finale. Mm-hmm. En dan is het alles of erop en eronder. En dan zal uiteindelijk
Ja, daaruit volgen wie dan de boksondernemerstrofee in ontvangst mag nemen. Ja, ja. Spannende avond. Ja. Ja. Leuk. Pim, zou jij tot slot nog de mensen thuis willen enthousiasmeren hoe ze moeten stemmen, waarom ze moeten stemmen? Nou, onze oproep voor nu is vooral dat, dat we op zoek zijn naar ondernemers. Dus ja. De mensen thuis, dat ze op zoek zijn, we zijn op zoek naar nominaties. En we weten dat veel ondernemers zichzelf klein voordoen of zeggen, nou dat hoeft voor mij allemaal niet. En we weten dat het publiek of de klanten van die ondernemers, zeg maar, willen we eigenlijk enthousiast maken. Geef enthousiaste bedrijven op dat je denkt, oh, die wil ik in het zonnetje zetten. Want anders doen ze het, waarschijnlijk doen ze het zelf, doen ze het niet. Dus daar zijn we eigenlijk naar op zoek. En, het publiek om in te schakelen van om te stemmen, zeg maar, dan wordt de volgende ronde als de nominees bekend zijn. En waar kunnen ze stemmen? Op onze website, en dat is bot2016.nl. Ja. Bam. We vragen wel een kleine bijdrage, maar daar hebben we het volgende over. Je krijgt plek in de rubriek Economie van Brabant Centrum, dus je mag jezelf ook echt laten zien daarin. Je krijgt een vermelding op de website en op Facebook. En wij zijn niet commercieel ingesteld, dus wij zullen ook, we willen in ieder geval niet verdienen aan het evenement. Dus we gaan ook een maatschappelijk doel daaraan koppelen. En daar zijn we nou volop mee bezig om te kijken wat het wordt. Goed zo. Dus, ja. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Zet hem op. Dankjewel. Goed. Helemaal goed. Goed, nou, zometeen komt de Speel vertellen over de herinrichtingsplannen van het centrum van Liemde. Daar is onlangs een bijeenkomst van geweest. En we gaan even kijken naar een kort verslag daarvan, gemaakt door Lieke Vader. Nogmaals, bedankt voor jullie aandacht. Ik schat dat er ruim 100 zijn. Nou, we hadden wel verwacht dat de opkomst wel groter zou zijn dan in de eerste informatiebijeenkomsten. Want dan zijn het nog vage plannen. Maar nu het concreet wordt, wordt het voor de mensen ook interessanter om naar te komen luisteren, denk ik. Ja, een heel eind de goede richting in. En een paar kleine opmerkingen. Nou, een ingrijpende gebeurtenis. Al met al, dat zou allemaal van plan zijn. En ik vraag me eigen af of dat allemaal te realiseren is in de korte tijd die ze er nu voor ingepland hebben. Nou, ik vind het goede plannen, maar er zitten wel dingen bij dat ik denk van nou, dat zou ik anders doen. Maar rond het Concordia Park zou ik zeggen van nou, alle bomen maar vervangen. En niet die drie oude laten staan, want die zijn over een paar jaar ook aan de beurt, denk ik. Dus, Nou, die plannen op zich staan me goed aan. Het ziet er netjes uit. Heel veel groen, want daar hou ik van. Hè. Heel veel groen in het centrum. En dat is wel belangrijk. Dus, en zijn de plannen goed toegelicht? Ik vind het een goed plan. Het ziet er heel leuk uit. Er zijn ook punten verbeterd die we aan hadden gedragen. Ja, het ziet er gewoon heel leuk uit en ik ben benieuwd of het allemaal wil lukken wat er staat. Maar er zijn wel dingen dat ik denk van nou, die bloembakken zie ik ook nog niet zo zitten allemaal. Dat vervangen en naar binnen brengen en naar buiten halen, dat zie ik ook nog niet zo zitten. Zeker een goede aanwinst voor Liemde. Verder ben ik niet zo kritisch. Het gaat allemaal prima volgens mij hoor. Dus, Nee, niet zo kritisch. We hopen dat het gewoon voor iedereen een stuk aantrekkelijker wordt. En vooral voor Liemden op zich. En dan is er iedereen bij gebaat natuurlijk. En het is goed dat er iedereen vooraf kritisch een keer naar gekeken heeft. En op die manier een heel mooi plan op tafel gekregen heeft. Mooi plan. Het mooiste van het plan. Ja, dat er eigenlijk toch het gehele centrum op deze manier aangepakt wordt. En in één keer uitgevoerd wordt. Dus dat je daar ook wel eenheid krijgt, zeg maar, vanaf de tip tot het gehele plangebied eigenlijk. En dat is eigenlijk voor iedereen een mooie uitkomst en ook een mooi geheel dadelijk. En ik hoop dat het over een jaar klaar is en dat we dan weer in een mooi Liemte mogen en kunnen wonen. Ik ben er blij mee. Dat is één ding waar zeker is. Ja, bij ons twee leden van de projectgroep Liemte in uitvoering. Ton de Rooij, lid van de projectgroep, en Mart van Dulmen, voorzitter van de projectgroep. Het is toch wel een prachtig schoolvoorbeeld van mooie communicatie. Mooi, hè? Ja, super. Het is ook geweldig om te kunnen doen. Ja, Mart, met welke reden zijn jullie dit gestart? Het is gestart vanuit de Liemse Ondernemersvereniging. Ja. Mart is lid van de Speel, dus vanuit het bestuur kan hij daar van alles over vertellen. Ja, heel graag. Ja, vertel. Heel graag. Ja. Nou, de ondernemersvereniging van Liemte die heeft op een gegeven moment bedacht dat, of gemerkt eigenlijk, dat het wat moeilijker werd om het levendig te houden voor de middenstand, ook wel in Liemte.
En zijn toen ja, bij elkaar gezeten om er toch wat meer actie in het dorp te krijgen. En zo zijn er een aantal acties gestart, onder andere op Liemt gemunt. Mm-hmm. Dat is goed aangeslagen. Daarna werd het de verlichting in Liemt en toen werd het de krip gestuurd. En zo verlievelen zijn er een aantal zaken ontstaan. Uiteindelijk hebben ze daar meer diepgang willen geven en is door uit OVL Spil geboren. Mm-hmm. Die eigenlijk een organisatie is met vrijwilligers om met de bedoeling meer te doen nog in Liemt, met de achtergrond mensen naar Liemt te trekken, ja. Het leefbaar te houden in Liemt, ja. Voor de middenstand, voor de mensen, wandelaars, fietsers, allerlei mensen naar Liemt te krijgen. Ja. Maar dan moet het dorp ook wel aantrekkelijk zijn. Ja, want waarom is het volgens jou, voor jullie eigenlijk nodig om het centrum van Liemt te verbeteren? Nou, met name om het leefbaar te houden. De zorg van de ondernemers die lag hem eigenlijk in het feit van hoe houden we binnen de driehoek ondernemers, omwonenden, mm-hmm. Bewoners van Liemt, mm-hmm. En ook de verenigingen alles leefbaar. Mm-hmm. Het zorgniveau op peil houden, maar ook de levendigheid. Liemt is een hele actieve kern binnen Boksel. En dat willen we graag zo houden. Dat is hun drijfveer geweest om daarmee aan de slag te gaan. Mm-hmm. En er zijn hele mooie projecten inmiddels uitgerold. En inderdaad, Liemt in uitvoering is daar een van de werkgroepen in. Ja, jullie zijn sinds twee. Het is ook een burgerinitiatief, hè? Ja. Om de wensen die er in Liemt leefden, want er zijn we een aantal jaar geleden echt aan heel veel mensen binnen Liemt gevraagd, wat leeft er nou, wat willen jullie nou? En ja. Daardoor zijn die plannen ook ontstaan en daardoor is het plan ook gekomen om het centrum op te knappen. En dat is dus echt uit de bevolking gekomen, dat heeft een paar jaar geduurd en uiteindelijk is er ook in overleg met de gemeente, is er het burgerinitiatief ook gehonoreerd. Ja. En is er samenwerking gekomen met Liemt en nou, Spil werkt daardoor ook samen met de gemeente om dit voor elkaar te krijgen. Ja, want jullie hadden het net over de burgers ook. En sinds 2012 zijn jullie er al mee bezig. Ja, en hebben jullie de burgers echt wel heel goed betrokken op ludieke wijze eigenlijk. Hoe ging het in zijn werk? Met de rode keten. Ja. Dat zal de meeste waarschijnlijk bekend zijn eind 2012 toen het project wat meer vorm begon te krijgen. Toen we ook wisten inderdaad dat er financiën beschikbaar zouden komen. Dan moet je natuurlijk zorgen dat de wensen van iedereen in beeld komen. En dat is mooi als dat op een ludieke actie kan, want die blijft het best hangen. En daar kwamen ook heel veel reacties op binnen en daar zijn we inderdaad mee aan de slag gegaan. Om te kijken van waar kunnen we daarmee, waar mogen we binnen het project. Ja. Kunnen we heel Liemt misschien wel, dat was te veel van. Kunnen we heel Liemt veranderen. Ja. Nou ja, waarom niet? Waarom niet? Ja. Waarom niet? Ja. Dus, maar we hebben nu een groot deel van de kern inderdaad waar we mee aan de slag mogen. Met natuurlijk in het achterhoofd nog wel dat we het nog verder binnen Liemde uit willen spreiden. Maar goed, dat is hopelijk toekomstperspectief. Ja. Maar nu inderdaad ruim 3 jaar verder en het plan zover dat we aan de slag kunnen. Al een stuk gerealiseerd met de kiosk. Collega's van ons in een andere werkgroep die met de boerderij bezig zijn. Dus ja, heel veel op stapel. Waarin Liemt ook weer laat zien wat er allemaal kan. Helemaal leuk. Oh ja, en in de samenwerking met de gemeente ook werk met werk maken. Dus het riool wordt aangepast aan die klimaatveranderingen. En daardoor, door het riool te verzwaren, kunnen we werk met werk maken. Kunnen wij makkelijker financieel ook gezien het centrum opknappen. Mm-hmm. Ja. En dan dienen we een aantal zaken. Ja. Helemaal goed. Even een heel klein stukje terug, want je had net, op ludieke wijze hebben jullie de burgers weten te benaderen, zeg maar. Volgens mij hebben we daar een aantal foto's van. En dan wil ik jullie vragen wat we dan hier zien, want ik hoorde je net al rode keet zeggen. Ik denk, ja, dat is volgens mij de rode keet, of vergis Lelle, ik me? Lelle. Dit is de rode keet met Lelle en Belle, inderdaad, die daar actief bezig zijn om uit te dragen dat er ideeën ingeleverd kunnen worden. Ja. Eigenlijk een beetje het startschot van het project geweest. Helemaal leuk. Ja. Zijn er nog meer dia's? Volgens mij wel, hè? Ja. Wat zijn ze daar aan het doen? Want ik kan het niet helemaal. Proberen mensen naar de keten toe te trekken. Warme chocomel. Dit was in de winterperiode. Okay. Dus het is lekker om mensen naar de keten toe te trekken. Vooral de jeugd, hè? Ja, jeugd. Iedereen die zijn ideeën kwijt wilde, zeg maar, die wilden we eigenlijk graag bijna de keten inhalen. Ja. Volgens mij hebben we er nog eentje, ja.
Ja. Lijkt me leuk. Nou, dit is inderdaad vlakbij de A2, waar de jeugd fietsend vanuit Boksel kwam. Ja. En waar in dit geval Arvid Brandt, zag ik volgens mij zo snel staan. Ja. Een heleboel vrijwilligers die daar ook gewoon heel enthousiast gedaan hebben van... wij willen daar wel oppakken om de ideeën eruit te gaan vissen. Ja, zeer goed bezocht, zo als je het allemaal langs elkaar ziet. Absoluut. Nou, meden wij ergens gelezen te hebben dat jullie circa 1000 reacties gehad hebben bij de oproep aan, aan omwoners, inwoners van Liemt. Dat klopt. Wat betreft het centrum, de plannen voor het centrum. Daar zullen vast hele bijzondere ideeën bij gezeten hebben. Zijn er zo nog ideeën die jullie oppoppen waarvan je denkt van nou, dat was, die sprongen er wel echt enorm uit? Ja, ik weet wel dat een zwembad er ook weer tussen komt. En een skatebaan. Nou ja, ik denk zelfs wel een half attractiepark. Ik zou heel het jaar door Liemse kermis willen hebben. Maar ja, dan is er geen ruimte voor de boerenmerten, voor de pinkstreven. En die bouwen we in de straten eromheen. Ja. Nou, we hebben nu ook best moeten puzzelen om inderdaad in de planning al die evenementen allemaal doorgang te laten vinden. Ja. Ook dat is belangrijk natuurlijk, om in de uitvoering zodanig te maken, evenementen door kunnen gaan, de horeca zijn werk kan doen, de rest bereikbaar is. Mm-hmm. En dat is echt nog wel een puzzeltje om het in de praktijk ook goed nog een tijdje te blijven doen. Ja. Maar ook dat is een uitdaging en dat gaat lukken. Nou, helemaal goed. Ja, wat zijn de, kun je al iets vertellen? Concrete plannen? Wat kunnen we verwachten? De plannen zijn heel concreet. De plannen zijn in het centrum plannen. Ja. Die zijn ook al goedgekeurd door BOW. En we gaan rond de vakantie aanbesteden en na de vakantie ook starten met een aannemer om het centrumplan daadwerkelijk te gaan uitvoeren. En dat ik denk net in het introductiefilmpje daar al wel een plaatje van geweest. Precies. We hebben het zelf niet kunnen zien. Maar dat plan is nu zover dat het bestek klaar wordt gemaakt. En inderdaad, Maarten al zegt, wordt aanbesteed om na de zomervakantie te starten. Ja. En dus volgend jaar voor de boerenmerk klaar moet zijn. Ja. Want twee keer boerenmerk. Dat zit er echt niet in. En misschien is het me ontgaan, maar de exacte financiering van dit geheel, hoe zit die in elkaar? Nou ja, we hebben natuurlijk geld van de gemeente en we hebben ook geld kunnen besparen in die begroting door werk met werk te maken. Hè. Dus de riool te vernieuwen, maar ook de bovengrond, deklaag af te werken. Maar er zit ook subsidies in van de provincie. Het Essent geld komt daar om de hoek kijken. We hebben landschap van de Luren. We hebben op een aantal bronnen zo gelden binnengekregen om dit te kunnen maken. Mooi. Ja, goed. En het Groene Woud. Ja. Nou noem je net al een aantal keren de gemeente die het een en ander doet. Kun je heel kort nog eens vertellen wat hun aandeel daarin precies geweest is? Nou, wat ik straks al zei, het is een... Het is dus een burgerinitiatief. Ja. Mensen uit Liemt hebben toch deze plannen gemaakt en opgezet. Ja. Overigens heel vakkundig en ook vakkundige mensen erbij betrokken. Want het is niet alleen maar amateurs alleen die dat doen. Er zijn goede bureaus bij betrokken. En zo zijn we de samenwerking met de gemeente aangegaan. Nou, die samenwerking met de gemeente die is gewoon moeten groeien. Mm-hmm. We hebben een periode gehad dat we dachten van jongen, wat moet dat worden? Maar gelang dat de tijd streek is dat ook echt verbeterd en we werken nu echt heel positief samen op een heel leuke manier. En zodoende ontstaan er echt heel leuke dingen. Ja. Dus leuk. Dat is, maar we spelen met het speeltje van de gemeente, maar we mogen zelf regie voeren. Dat is toch wel heel fijn. Ja. Helemaal super. Nou ja, heel erg veel succes met alle plannen die er nog liggen en uitgevoerd gaan worden. Leuk, gaat leuk, hè? Ja, komt goed. We zullen het gaan zien in het nieuwe komt centrum. Goed, ja. Helemaal zet goed. Hem op. Dankjewel. Ik blijf deze communicatie doorvoeren, want ik vind het heel mooi. Ja. Oké, nodig ons maar uit. Hoe het allemaal gaat. Heel goed. Bijenverenigingen Sint Ambrosius bestaat er al bijna 250 jaar. En bij ons aanwezig zijn de... voorzitter Jasper Derks en Frans Peek. En ik ga even die kant op lopen. Ik kom naar ze toe. Een hele wandeling. Ja, even omwandelen. Welkom, ja. Mannen. Hallo. Mooi hier helemaal Oh, ik ben een beetje bang voorbij. Klinkt heel stom.
Dat hoeft niet, zeker nou niet, want het zit achter glas. Dus, Ja, Frans, de bijen worden bedreigd, heb ik begrepen. Bedreigd. Ik kan niet zeggen dat het goed gaat. Ik kan ook niet zeggen dat het heel slecht gaat. Maar wat ik wel met zekerheid kan zeggen, dat het heel zorgelijk is. Ja. Zorgelijk. Er hangen veel onzekerheden boven de hoofden van de bijen. Waar komt dit? Nou, er zijn de onzekerheden wat betreft, is er genoeg voedsel? Er zijn allerlei ziektes onderweg. Kwalen en vreemde insecten die alsmaar grote bedreigingen vormen voor de bijen. Een voorbeeld, als ziekte zou bijvoorbeeld Amerikaans vuilbroed zijn. Er is weer elders in Duitsland, in Keulen, op dit moment Amerikaans vuilbroed weer geconstateerd. Dat is een heel ernstige ziekte, dat moet je vergelijken als varkenspest. Okay. Als je ergens besmet raakt, dan moet alles ontruimd worden, de omgeving moet ontruimd worden, dat is een heel ernstige ziekte. We hebben ook heel veel last van een mijt, een varroa-mijt. Mm-hmm. Dat is een insect, dat is, die vreet de bij aan, die raakt daar verzwakt. En die insect die is zelfs zo intelligent, dat is een eitje slecht bij de eitjes van de bij. Ja. Dus als die bij uitkomt, het eitje, het wordt een larfje, komt automatisch die mijt, gaat aan het leven. Mm-hmm. En die vreet dan dat larfje leeg. Ja. Nou, je begrijpt wat er uitkomt. Ja. Dan komen er bijen uit, zonder vleugeltjes, helemaal verminkt. Ja, daar hebben we ook niks aan. Als je daar niets aan doet, dan gaat zo'n volk aan kapot. Wat ook heel belangrijk is, is gewoon het voedselpakket van die bijen. Dat is nou heel eenzijdig. Kijk naar buiten, graslanden zonder bloempjes, sloten zonder mooie begroeiing ernaast. Mm-hmm. Kortom, er is een monocultuur waar de bijen niets aan heeft. Mm-hmm. Dus ja, in zoverre. Wat kunnen we er tegen doen? Hoe kunnen we de bij gaan helpen? Wij kunnen ze zeker gaan helpen. Door op een gegeven moment, als iedereen zegt, ja, we zouden meer kunnen doen in het buitengebied. Maar ook niet in het buitengebied, maar ook in onze eigen tuintjes. Want als we nu naar de tuintjes kijken, dan is het allemaal straten en grind. Zet daar bloemen in en planten in die interessant zijn voor de bijen. Ja. Dus, en in het buitengebied zou iedereen kunnen zeggen, met name de agrariërs en misschien ook de gemeente als ze brakeliggende grond hebben, om dat in te zaaien, randen inzaaien met bloemetjes waar de bijen iets aan hebben. ik hoor ze hier. Worden ze nu boos, Frans? Of? Nee. Ik denk dat ze een beetje te warm hebben daar dat hokje. Je hebt bijen meegebracht. Wat zien we hier? Puur als demonstratie. Wat we hier zien is feiten een weergave zoals ze leven. Dus in de kast zitten ze allemaal zo mooi naast elkaar. Ja. En dan zijn ze helemaal bezet. En nu hebben we het gewoon twee raampjes zo neergezet dat je kunt kijken wat het is. Bezet met broed, hè, dat zijn die bobbeltjes, en met honing, opslag met honing, dat hebben ze hier helemaal vol gedaan. Dat hebben ze met was afgedicht. En wat is nou het geval, als dat helemaal vol is, zo'n raad, dan kunnen we dat gaan slingeren. Slingeren? En kijk, en hier hebben wij zo'n raam. Sorry, en hier hebben wij zo'n raam dat helemaal vol is, maar dat kunnen we zo niet slingeren. Dus vandaar Jasper die wasdekjes te gaan afhalen. Ja. En eenmaal die wasdekjes eraf af zijn, dan kunnen ze in de slinger plaatsen. Ondertussen liggen mijn vingers schoon. Lekker. In de slinger plaatsen, dat wordt dan eruit geslingerd. Ja. Vangen we op. En dan kan het in de potjes. Krijgen we lekker honing. Dan krijg je heel lekker honing, ja. Nog een vraag, Frans. Heeft een bij, net als een mier bijvoorbeeld, hebben ze allemaal een eigen taak? Ja, iedereen heeft een eigen taak. Je hebt... Is het de smullen of niet? Ja, ze zijn lekker. hier is een eigen taak. Dus je hebt met name de werksters die in het begin, de eerste drie weken, de eerste dag dan gaan ze al de andere bijtjes verwarmen. Ja. Ze gaan water halen, ze gaan de honing verplaatsen naar boven, er wordt aangevoerd. Uiteindelijk worden bijtjes na zes weken, de eerste drie weken, de laatste dag van de drie weken, worden het, dragers die de dode bijen eruit halen en noem maar op. En na drie weken
wordt de vlieg bij je. En dan gaan ze 3 weken aan de stuk, gaan ze vliegen. En alleen maar honing en stuifmeel halen. En ja, en dan is het over met die bijen. Ja. Jij bent imker? Ja. Hoe word je imker? Ja, dat is heel raar dat ja, ik was vroeger helemaal geïnteresseerd in wat er leefde in van kleine diertjes. En met name mieren. En toen heb ik, zat ik met mieren te spelen en dacht, dat is toch zielig, hè? Ja. Stel je voor dat die mieren net zo groot was als ik. Ja. En ik zo klein als die mieren, nee, dat wil ik niet. En toen ben ik helemaal gaan veranderen in gedachten. Ja, en op een gegeven moment kom je tot de leeftijd en heb je er veel van geleerd en veel van gehoord. En dan ga je het doen. Dus je gaat naar de cursus en dan ben je beginnend imker. En ja, en dan ga je naar gang. En ja, de jaren van ervaring word je pas echt grote imker. Ja, we hebben hier een beginnend imker. Ja, ja. Dat is maar goed ook. Voor de mensen thuis, ik zou heel goed er even doorheen kijken. Ja. Want het is, ja, niemand minder dan Jolijn. Ja, ja. Volgens mij wil zij wil ze wel... Je komt niet slingeren, Jolijn. Ik wil best slingeren. Oh. Ja, nou, Jasper is zover dat hij de honing raam in de slinger kan doen. En dan... Ik ga even aan de kant hier, want het is een beetje krap. Nou, een slinker is in feite niet meer als een centrifuge. Ja. En door die centrifugale kracht slingert de honing die in die celletjes zit, uit die raad. Ja. Dat vliegt tegen die wand aan. Ja. En dan loopt dat zoetjes aan naar beneden, naar de bodem van die ketel. Ja. En uiteindelijk vangen we dat dan op in een emmer. Wauw. En, ja, en als die emmer vol zit... Dan laten we dat een dag of 4-5 staan. Dat moet een beetje bezinken, die lukbelletjes moeten eruit. En dan kunnen we hem in potjes doen. En dan gaan we die keurig oppotten, zoals dat noemt. Moet een etiketje bij, volgens de... En dan gaat de imker verdienen? Nou, zo ver gaat de imker verdienen, die gaat hij wat centen terug winnen. Ja. Want het kost toch best geld. Tuurlijk, ja. Ja. Want we hebben net gezegd, het is zorgelijk. Je moet een aantal dingen toch doen om die bijen toch de vitaliteit van die bijen zo hoog mogelijk te houden. Dus je moet aan bestrijdingen doen. Je moet ze, als je honing weghaalt, moet je ze wat teruggeven. Ja. En dat is suiker. Ja. Dus als we tegen de winter, zo in het najaar, halen we al de honing eruit. En dat kan soms 10 tot 14 kilo zijn. Zo. Dat wil zeggen dat die 14 kilo suiker terug moet geven aan die bijen. En dat nemen ze dan weer op. En daar hebben ze nooit geprotesteerd. Dus, en zo gaat dat al jaren, gaat dat al eeuwen. En dat is het systeem. Klopt het dat er deze winter mindere bijen zijn gestorven? Want normaal is het zo dat in de winter, want zeggen ze altijd, hè, als het koud is, dan sterven er veel bijen. Nou, we hebben natuurlijk niet echt een winter gehad. Nee. Ja, deze week. Terwijl het eigenlijk zo was. Ja, nou, het is niet zozeer dat het koud is, want de bijen kunnen werkelijk tegen temperaturen, al vriest het 30 tot 40 graden, die bij, die gaat hoe koud is, bij elkaar zitten. Die gaan op een bol zitten en de binnenste heeft warm en de buiten heeft koud. En die gaat dan, die koud heeft gaan naar binnen en die warm heeft gaan naar buiten. En dat blijft zo in beweging, heel de winter. En ja, en dan, het is wel de bedoeling dat die bol bij het voer zit. Mocht het zo zijn dat ze daar vanaf zijn, ja, dan is het over. Want dan moeten ze uit die bol en dan verkleumen ze en dan gaan ze dood. Wat heeft dat nou met de winter te maken, of het nou lang of kort is? Als wij een langere winter hebben, kwakkelwinter, dan kost het alleen maar veel energie en dan... Eten ze alleen, heb je het risico dat ze te weinig voer hebben. Ja. Dit jaar hadden ze echt te weinig voer. En in mijn geval, ik heb 2 keer voer, in het voorjaar voer bijgegeven. Jo. Omdat het op was. Dus als ervaren imker weet je dat je op tijd moet gaan kijken. Oh, er komt honing. Oh, het komt eruit. Oh, lekker. Ja. Nou, is dat zo dat ze dan honing slingen? Ja. En dat kan omdat wij een kist hebben waar dit allemaal zo netjes geordend in zit. Ja. Maar stel je voor dat wij hier een bijenvolk in hebben. Ja. Hè? In zo'n korf. Ja. Dan zit dat helemaal vol met raad. Ja. Ja, dan kun je niet slingeren. Nee.
Dat wil zeggen, dan hoeven we die honger eruit snijden en die gaan we persen. Dus het wordt niet geslingerd, dan gaan we het eruit en een grote pers en als pers we er alles uit. Nou, dat is een kliederij tot dromen. Ik heb dat, dit seizoen heb ik dat één keer geprobeerd. Ik dacht, dat wou ik een keer meemaken, maar ja, ik begin nou toch te twijfelen of ik hiermee verder moet gaan. Dus, maar niet, het is gewoon leuk om te weten dat in principe nature is een korf altijd geïmkerd. Claudia, hou jij van honing? Ik vind honing... Kom erbij, ja, kom erbij. Kom ik bij jou erbij? Ja. Oké. Okay. Wacht. Hou je van honing? Ja, ik vind honing erg lekker. Lekker in de thee. Of lekker over mango, sorbet mango ijs. Oh. Ja. Wat vind jij honing nou het lekkerste bij? Honing is het beste dat je hem zo oplepelt. Als je een kriebelende keel hebt, pak een scheppetje honing en niet gelijk insleken. En dan gaat dat over die huig. En als je huig een beetje beschermt en ben je kriebeltje hoes kwijt. Honing moet je, als je het verder honing lekker vindt, doe het altijd in iets wat niet warm is. Ze zeggen, ik ben verkouden, doe het in de thee. Ja. Nee, als je honing opwarmt boven 45 graden, vervliegen de enzymen. Bij al die interessante stoffen die goed zijn voor verkoudheid, noem maar op, die vervliegen. Okay. Dus die enzymen moet je erin laten. Dus vandaar, als je verkoudheid bent... Pak een beetje yoghurt, honing, flink honing erin. Ja. Of een thee die wat lauw is, honing erin. Maar niet gloeiend, dat werkt niet. Dan ben je gewoon suikers aan het eten. Wil jij nog iets van ze weten? Nou, ik vond het wel heel erg interessant, want je hebt er nu niet zo heel veel van die honingraden in gedaan. Voordat er al best al wel heel wat... Sorry. Kom even qua geluid bij je. Pak hem maar vast. Ja, dat klopt inderdaad. Er kunnen er 6 in. En ja, zo'n hele bak, hè, dit zijn 11 ramen. Ja. Dat kan in totaal iets van tussen de 12 en 14 kilo honing uitkomen. Oh, dat is best veel. Voel het gewicht maar eens, dat is echt behoorlijk gewicht. Wauw! En dit is de eerste nieuwe honing van dit jaar. Echt? Oh. Dus vers van de nee, het is niet lekker. Nee, ik heb maar een mijntje. Beetje kipje. Nee, erg leuk om te zien. Ja. Mogen we jullie danken voor jullie komst? Heel graag gedaan. Super. Ja. En dat er maar veel honing... Ja, laten we het hopen dat het allemaal goed gaat met de bijen. Dat de bijen maar... Ja. Precies. Niet alleen voor ons, niet alleen voor de bijen. Dat wil ik nog wel weten. Wat kunnen de mensen thuis? Hoe kunnen de mensen thuis de bijen helpen? De mensen thuis, ik hoop dat ze de tuintjes nou eens een keer anders inrichten, alleen maar met stenen en grind. Als je, dan komt die bij je helemaal niet, maar zet er een paar mooie bloemetjes in, mooie struikjes in en maak daar ruimte voor. Vroeger, dat kende ik uit mijn jeugd, hadden tuinen hadden kleine hofjes en er werd van alles geteeld en gekweekt. Ze hadden kippetjes, ze hadden vogeltjes. Het was allemaal veel rijker. En nu is het allemaal zo steen. Ja. En nog eens steen. Ja, daar hebben wij niks te zoeken. En dat is jammer. Dus in zover kunnen wij als burger heel veel betekenen ook voor helemaal die goed. Bijen. Helemaal goed. Ja. Dank voor jullie komst. Super, dankjewel. Claudia, ga jij Koningsnacht? Koningsdag? Nee, Koningsnacht is eigenlijk nog de bedoeling. Koningsnacht? Ja, echt waar. Oh, dus jij gaat nu footsie? Ja, nee, niet gelijk. Ik denk gelijk. Dat ik zo de koningsnacht in ga. Mag ik hem lenen van jou, of niet? Hé, ik ben spijt op mijn oranje. Ja. doe jij de afsluiting maar. Nou ja, heel hartelijk. Op welke camera? Op die camera. Helemaal goed. Nou, allemaal hartelijk dank voor het kijken en tot de volgende keer. Ja, tot over 2 weken en een hele fijne Koningsdag. Helemaal goed.